Wat is er aan de hand, mensen? We spelen nu War Robots van Pixonic. Hey, dit is een geweldige game waar je reuze robots team speelt waarmee je kunt waarmee dat je andere robots moet vernietigen. Je kunt de robots upgraden, krijgen en verder. Als je de kist, je kunt kisten openen waar dat je extra items of nieuwe robots uit kunt krijgen door video's te kijken of sleutels te sparen. Je kunt in de werkplaats kun je onderdelen voor nieuwe wapens of nieuwe robots kopen. Als je op Facebook aanmeldt of verdere taken volbrengt, kun je extra gouden punten krijgen waarmee je robots kunt kopen of een nieuwe opening in de werkplaats kunt krijgen. Je kunt je robots upgraden met verschillende nieuwe wapens. Bijvoorbeeld dat ik heb nu Doc, Galahad, Natasha en Griffin. Voor de alle robots die je te pakken kunt krijgen zijn onder andere Cossack met Jump, Destier met niks speciaal, Gepard, G. Patton, Hatton, Garrett met Phalanx Mode waar hij een schild kan oproepen, Stalker in stealth, dan kan hij niet gezien worden. Jess heeft Quick Draw, als je uit wapens zet. Als je wapen leeg is, kun je naar het wapen op je rug swappen. Bolt heeft Dash. Rogetta heeft ook Jump. Ump. Natasha is groot en is Artillery. Galahad heeft ook Phalanx Mode. Doc heeft Quick Draw. Butch heeft Quick Draw met grote wapens. Je hebt Big Weapons, Medium Weapons en Small Weapons. Rhino heeft Assault Mode. Garnet heeft Rush. Dan het Leo, Fury, Hover met Glide, Lancelot met Rush, Kihomo met Dash, Strider met Dash, Oa Queen heeft is nieuw met de nieuwe ability Dragon Strike, Griffin met Jump. Het is ook belangrijk om te kijken voor je robot neemt welke piloten dat hij kan krijgen vanaf een bepaald level en 3 en zijn snelheid. Deze heeft double jump. Raker kan lasers afschieten. Heldrum kan overload gebruiken. Bulgazzery heeft dash. Ogowang is een broertje van de andere en heeft dragon bangs. Inquisitor die lijkt op de Hulkbuster kan descend. Haichi heeft Dash. Fujin heeft Sentry Mode. Falcon heeft Vangs Out. Ahun heeft Dragon Breath. Rajin heeft Bastion Mode. Die niet te verwarren is met Fujin. Deze heeft een schild, ander heeft een krachtveld. Mercury heeft Hell Dive. Hades kan kogelwapens als extra uit zijn borstkas vuren als je kogels leeg zijn en krijgt dan een tijdelijk schild. Wayland kan zichzelf en anderen healen. Mender kan anderen healen. Nemesis heeft hetzelfde als Hades, maar doet het met raketten. Pursuer heeft Hunting Mode. Invader heeft Incursion. Ares heeft Retribution. Hetzelfde als Nemesis en Hades, maar dan met lasers. Bulwark Protection van hem en anderen. Fenrir heeft Shapeshifting. Loki heeft Shapeshifting. Spectre heeft Descent. Blitz heeft Break-in. En Tyr heeft ook Shapeshift. Dan zullen we je kunt je robots upgraden en andere dingen doen. Je kunt elk wapen veranderen. Enkele bijvoorbeeld medium weapons zijn Punisher T, Molot T, Orkun, Hydra, Tumbas, Terran, Ballistia, Storm, Iron, Wasp, Vortex, Corona, Pulsar, Scorch en Shock Train. 1. Bij light weapons heb je Punisher, Spiral, Pin, Magnum, Molot, A-Pin, Gecko, Pinata, Norsicum, Arbalest, Gust, Sting, Spark,
Shredder, Halo, Blaze en Marquez. Dan heb je de zware wapens, waaronder Thunder, Trident, Nashorn, Trebunch, Zeus, Kangdai, Ensile, Avenger, Zenith, Flux, Chimera, Tempest, Exodus, Viper, Glory, Termite, Ember, Dragoon, Redeemer en Gallimite. Dan heb je nog extra cores, zoals de Repair Unit, Deathmark, Lockdown Ammo, Advanced Repair Unit en Quail Raider. Dan heb je nog de Pilots, waar ik eerder van zeg, die je pas van level 23 kunt krijgen. Elke War Robot heeft bepaalde aparte skins. Ik heb geen skins, maar dat maakt mij niet uit. En bij het gevecht. Je hebt verschillende keren heb je events, maar je hebt Quick Match, Anarchy, Schermutseling bijna weer, Beacon Storm, Overheersing en Team Deathmatch. Hier gaan we een ronde van spelen. Klaar voor? Ja. Je moet je team kiezen. Ik kies nu Galahad met het zijn shield mode. Goed. Zonder shield is hij ongeveer 30% en sneller, maar heeft hij wel het nadeel dat hij, moeilijker verdedigbaar is. Met het schild is hij zeer goed kan hij zich zeer goed verdedigen en heeft extra. In deze zone hebben we deze schilden. Hier kan geen sentry, maar wel al. Hier kan alles behalve sentry. Ik kan hier niet door. Oh hel, we worden nu wel aangevallen. Bommen los! In deze mode is het de bedoeling om tot de laatste over te blijven. En eerst is down. We zijn in de minderheid, maar we kunnen dit nog steeds winnen. Eerste kill van het team is binnen. Je kunt niet alleen op het team rekenen. Je moet dus vooral op jezelf zijn, maar wel het team helpen waar dat kan. Zoals bij andere teams spelen. En boom. Derde kill van het team, tweede van ons. Want we gaan dit winnen. Sta maar met één kill voor. De puntenverdeling is volgens skills. Ik heb extra modussen waar ik killpunten voor moet betalen. Ik heb er op dit moment 800. Laten we verder gaan. Oké, het ziet er niet goed uit voor ons, maar ook niet goed voor de anderen. Zoals je ziet kunnen lasers door het krachtveld, maar de rest van de rest niet, behalve als je bepaalde vaardigheden hebt om door deze krachtvelden te geraken. Natasha, zoals ik al eerder zei, is een vooral puur op lange afstand robot.
Oké, en hier zit ook iemand die niet weet wat hij aan het doen is. Gebeurt steeds vaker. Ik heb tegenwoordig. We weten niet of we deze gaan doen, volgens mij niet, maar dit was toch wel een goede introductie van Bar Robot. In de Fortnite video hebben we ook nog niet gewonnen, maar dit gaat sowieso in orde komen. Als je geïnteresseerd bent in Bar Robot, het is gewoon te verkrijgen in de Play Store of App Store, en er vanaf wat je hebt. We zijn deze zo te zien zwaar aan het verliezen. Als je wilt, hierna nog eens. Goed. Daarna speel ik de mode Beacon Rush. Ik ben maar arm met weinig. We zijn nog maar met weinig. En we hebben geen hoop op winnen. Maar voor u gaan we het proberen. En gaat er vijandelijke Natasha eindelijk mee? Bijna, mensen, bijna. Oh nee, pottenkijker. Oké, daar hebben we wat pottenkijkers waar we liever vanaf geraken. Oké, weer een healing pakket inschakelen. De healing pakketten zullen niet altijd werken of overal bij helpen, dus verwacht niet te veel hiervan. En we gaan proberen deze nog te winnen. En maar de hoop is laag. Ach, ik ben het maar met drie anderen. Een van de enige die over is, is in deze heel lastige strijd. En de vijandelijke Natasha is... Eindelijk mee! En de Fujin daar is een travegen gekomen. Slimme jongen. Of meisje. Meisje. Maakt niet uit. Uit waar je bent. Want je bent mee. Geweldig. Als ik het juist zie, heeft de andere een tweede Natasha gebruikt. Natasha Healing Pot geactiveerd. We zijn nog maar met twee. Er is niet veel meer over. En zo. Dus we zijn nog maar met twee. Ik heb bijna geen robots meer over. Een van mijn wapens is eraf gestoken. Er is niet veel hoop op dit te winnen. Maar haar dit man haakt niet uit. Als jullie het leuk vinden, dan zal er absoluut meer War Robot video's komen. Hierna zal ik Beacon Rush. Dat is echt voor jullie demonstreren. Om jullie hier ook kennis mee te laten maken. Zoals je ziet, is er geen hoop meer in.
voor deze game. Maar, ik zeg je nu al, bij de volgende winnen we sowieso. Oké, nu zal ik laten zien bij Bakenstorm. Bakenstorm is een mode waarbij je nog steeds in teams vecht, maar er zijn nu twee mogelijke winnaars. Oftewel degene die het meeste baken, zowel degene die het meeste bakens in 10 minuten heeft, of degene of het team dat de andere volledig heeft geëlimineerd. Deze mode is meestal met 5-5, maar kan 6-6, maar dit is het minimum om ermee te starten. Maar zo één keer ben ik erin geslaagd met het slechts tegen één andere te doen en te winnen, maar dat is een ander verhaal. Oké, wat ik erop heb gezet is dat je tijdelijk niet kan moven en niet kan mikken. Natasha zijn mee eerstal zeer slecht als het op close combat gaat. Maar deze heb ik niet gewonnen. Trouwens, als je deze mode gebruikt, kun je ook op de eerste spot spawnen. Houden. We zijn nu al aan de winnende hand. Kellet heeft dit speciaal vizier in tegenstelling tot de andere, omdat hij een speciaal wapen heeft dat op een short range werkt, maar heel krachtig is. Zoals je ziet, het is al heel krachtig. Galahad zijn schild zorgt ervoor dat hij inderdaad trager is, maar het is toch een van de betere wapens. Mijn Galahad is volledig op Rocket gebaseerd en is zeer sterk. En hopelijk sterker dan die Galahad daar. Oh nee, het schild is weggehaald. Vanaf dat Gelle het schild weg is, is hij meestal aan de zwakkere kant. Want maar tegenover een Natasha die zo te zien maar één type af. Oh nee, er twee types close combat weapons en een piñata. Deze gaan we niet winnen met Gelle het. Maar zoals je ziet, wij hebben al een groter deel van de vijanden verslagen dan zij van ons hebben gedaan. En wij hebben het meeste bakens in ons bezit. Dus als we ze verslaan, des te beter. Als we ze niet verslaan, dan is het ook goed als we nu al... als we nu alle bakens opeisen en ze verslaan, zodat ze geen respawn spot meer hebben. Dus ik ga nu voor het laatste baken. Oh nee, ze hebben een van ons overige bakens te pakken gekregen. Welke weet ik niet. Maar dit zal niet ongestraft blijven. We gaan ze terugpakken. Ja, we zijn hun baken nu aan het veroveren en het laatste baken is bijna in ons bezit. We zijn bezig met een van de laatste bakens te veroveren om dit potje te winnen. Oh nee. Hij heeft Doc zwaar onder vuur. Doc, nee. Mijn Doc is er aan. Maar nu ga ik op verdere afstand Natasha weer gebruiken.
Ik heb een langere afstandsmodus. Dus. En nog een keel. En nog een keel. We zijn aan de winnende hand, zou ik zeggen, aangezien dat het erop lijkt echt dat wij nog het dat wij met het meeste aantal robots zitten en het meeste aantal veroverde baken. We zijn gewonnen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie willen, maak ik nog meer Bar Robot Video's volgende keer.